Ajax, de koploper, neemt het op tegen de nummer 6 op de ranglijst, Telstar. Daar een scherpe bal, Telstar snel weg. Mogelijkheid, schot daar en het wordt geblokt door Lauren Delleman. Linde Bakker stond klaar om af te drukken. Ashley Bakker op Piëten. Piëten de langs. Marloes Piëten. Maar Piëten ging voor haar eigen kans. Terwijl Van Lunteren en Van Heiligberg klaar stonden om die bal, om die voorzet in het doel te werken. Daar had meer in gezeten voor Ajax. De Vos opent daar op Linda Bakker. Geen controle. Ubachs daar met heel veel risico. Marieke Ubachs voorkomt daar de 0-1 voor Telstar. Daar loopt de scheidsrechter in de weg. Knalt Tesselmiddag op de scheidsrechter, op de heer Bijl. Het muurtje staat op 9,15 meter. En daar Bruinenberg met de voorzet. Zeilt over het doel bij de tweede paal. Over Ubachs heen. Tesselmiddag mee naar voren. Van der Bichelaar. Daar komt de hoekschop van Desiree van Lunteren. Kopbal weggekopt. En dan Van der Heiligenberg. Pikt op. Wat gaat ze doen? Brengt de bal weer in het 16 meter gebied. En dan een kans aan het doelpunt van Ashley Bakker. Een foutje daar van de Gracht. De bal kwam voor de voeten van Ashley Bakker. Die was er als een kippen bij en scoort 1-0 voor Ajax vlak voor rust. En daar een panna van Piëten. Mesker het leidend voorwerp. En nog steeds Marloes Piëten met de voorzet. Bij de eerste paal weggewerkt. Een kleine opleving. Mooi moment. Daar is Ajax weg met Oudemast. Oudemast, wat gaat ze doen? Oudemast geeft voor. En het doelpunt wilde ik zeggen, maar de bal in de handen van Loorsheid. Grote kans voor Ajax. Voor Desiree van Lunteren. Weg op links, Desiree van Lunteren. Komt daar de voorzet. Weggewerkt. En Babies Roof pikt op. Het is een open wedstrijd geworden. Lange bal van Roof, stuitert door, schiet door op de Vos. Probeert voor te geven en dan de kans voor Telstar, maar Ubach staat op de goede plek. Grote kans voor Linda Bakker. Dat had zomaar de 1-1 kunnen zijn. Mooie paas op Ashley Bakker. Van Heiligenberg helemaal vrij. Claudia van Heiligenberg. Van Heiligenberg, maar de bal was iets te zacht om goed mee te nemen. Daar had wat meer in gezeten. Telstar gaat nu alles naar voren gooien. Laatste wanhoopspoging. Bito. En daar de kans voor Linda Bakker. Bakker schiet en die bal gaat net naast. En dan zit de wedstrijd erop. En binnen de Ajax-vrouwen met 1-0 van Telstar door een doelpunt van Ashley Bakker. De enige in de wedstrijd. Viel eind eerste helft. En dat was wel lekker dat we in ieder geval in de rust in gingen met een goal. Want het zag er niet echt naar uit dat het eraan zat te komen. En als je hem dan toch maakt, dat geeft wel een lekker gevoel. Ja. Die heeft een goede fase eigenlijk al heel lang. En voor de goal nu vanavond heel cool ook. Ik vond haar heel belangrijk ook in assist en wordt steeds belangrijker in onze manier van spelen. Ja, en dan is het wel fijn dat ze ook zelf de goaltjes mee blijft pakken. Tegen Telstar is het altijd moeilijk en dan is het belangrijk dat je gewoon ja, in ieder geval een goal maakt en ja, probeert je eigen goal schoon te houden. Maar het was zeker een zware wedstrijd. Ja. Ja, het was niet de makkelijkste wedstrijd van dit half jaar. Nee, dat klopt. Maar goed, ik heb net tegen de groep ook gezegd, slechte wedstrijden van onze kant, die moet je wel zien te winnen. En dat hebben ze wel goed gedaan. Dus ik heb er niet zo'n heel goed gevoel aan overgehouden, maar nou ja, we hebben in ieder geval gewonnen 1-0 krap, maar... Hij is binnen. We doen gewoon goed mee en we staan hoog in de ranglijst. En
ja, het is gewoon, we hebben het goed gedaan de eerste helft van het seizoen. In ieder geval eerste staan, dat ja, is al heel goed. En we hopen nu ook in de zomer kampioen te zijn.